eigen script maken. Ja, dat is natuurlijk wat ontzettend belangrijk is. Je wilt een eigen script hebben. En dat eigen script, daar ga ik je bij helpen. Het is heel simpel. We hebben een eigen script, wat per branche kan verschillen. Hè? Want het kan zijn, maar zelfs per product. Het kan zijn dat je nu een product uitbrengt, product A, voor het bedrijf waar je nu werkt. En dat is dit script. En voor product B heb je weer een ander script. En voor product C heb je weer een ander script. Dus je hebt voor elk product en elk bedrijf weer een ander script. Dat is heel simpel. Je kunt geen bedrijf met elkaar vergelijken. Ik kan 10, noem het eens wat. Ik kan 10 tentverhuurbedrijven naast elkaar zetten. En alle 10 zijn ze verschillend. Ik kan 10 supermarkten naast elkaar zetten. En alle 10 zijn ze verschillend. Dus besef heel goed dat je echt een eigen script moet maken. Probeer niet een script te kopiëren en te denken, nou ja, dat zal voor mij wel werken. Doe die praktijkervaring op. Zorg ervoor dat je de problemen van je branche ontdekt. Zorg ervoor dat je ontdekt wat de weerstand is tegen de aankoop of de aanschaf van jouw product of dienst. Als je dat helder hebt, kun je een heel goed script maken. Want dit is een grove opzet. En dat script ga je steeds verder verfijnen. Ga je hier tweaken, daar tweaken. Zorgen dat die toch een beetje beter aansluit. Stel, je hoort elke keer van iemand, ja, dat lijkt me niet nodig. Oh, dat lijkt me niet nodig. Oh, dat lijkt me niet nodig. Als je dan elke keer die vraag op die manier blijft stellen en iemand zegt elke keer dat lijkt me niet nodig, ja, dan stel je of de verkeerde vraag, of je formuleert hem verkeerd, of het is inderdaad misschien niet nodig. Snap je? Als je die vraag eruit kan halen, scheelt je dat ook weer tijd. En heeft die persoon ook weer door van, wacht eens even, die persoon snapt echt goed wat ik wil, wat ik nodig heb. Dus eigen script gaan maken. Natuurlijk heel simpel, je begroeting. Snel, simpel, weet je, en transparant. Hoi met Timo, bababababam. Hoi met Timo van Aapsoftware, bababababam. Makkelijk, kort. Die persoon interesseert het namelijk helemaal niks wie jij bent. Helemaal niks. Want ze kennen je nog niet. Dus die intro zijn ze al vergeten als jij bij je reden komt. De reden dat ik bel. Dus zorg ervoor dat je intro kort is. Dat iemand in een fractie van een seconde al door heeft, oké. Bam, bam. En niet van, ja, goedemiddag, spreek met Timo. Ik bel eventjes naar aanleiding van een bezoek aan uw website. Want ik zag op uw website dat jullie aanhangers verhuren. En nou is het zo dat we... Hou maar op. Stop maar. Stop, 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 stop. Leg de telefoon maar neer. Gaan we eventjes een rondje lopen. Want zo gaan we natuurlijk iemand niet van zijn tijd verdoen. We willen waardevolle gesprekken voeren. En dat waardevolle gesprek begin je direct waardevol. Dus snel, simpel, die groet. Hey met Timo van Aapsoftware. Ik... Bam. Hey met Timo, bababababam, is nog sterker. Soms werkt het om alleen je voornaam te noemen. En niet stoer gaan doen met, ja, spreek met Jansen, ik ben op zoek naar de eindverantwoordelijke. Hou op. We zijn allemaal mensen, we zijn allemaal gewoon elke dag aan het werk, of tenminste, we zijn actief. En elke dag ga je om met mensen. En de een is misschien, voelt zich misschien beter dan de ander, maar dat wil niet zeggen dat we zo zijn. Dus alsjeblieft, verlaag je gewoon tot het niveau van een normaal iemand die gewoon met zijn eigen naam wilt opbellen en niet zichzelf superieur vindt en ik bel alleen met mijn eigen achternaam. Je belt gewoon op met je voornaam en als je het nodig vindt of netjes vindt, zeg je achternaam erbij, maar ga dan niet ook nog je bedrijfsnaam noemen. Dus die groet, heel belangrijk. Kort, krachtig, snel en simpel. En dat je die andere persoon u zegt of meneer of mevrouw Jansen, dat is natuurlijk goed, hè? Laten we dat voorop stellen. Zorg ervoor dat je die ander altijd wel zo benoemt. En vooral om te laten zien dat je respect hebt. Maar ga niet zelf decadent lopen doen. Hebben we geen zin in. Snel, simpel, de groet. De reden dat ik bel is... Wij hebben onlangs voor een concurrent in de branche hebben wij deze producten geïnstalleerd. En die hebben 50% van zijn kosten bespaard op de administratie. Hoek. 50% besparing. Ik noem maar iets. Snap je? Je wil een grote reden, een claim, een wauw, die wil je achterlaten. En ik vertel het nu eventjes vanuit de software, dat is voor mij het makkelijkste. Ik verkoop voor één bedrijf back-office software. Dus eigenlijk software voor je dagelijkse gebruik. Dus je klanten opslaan, je facturen maken, offertes maken, zulke software is dat. Dus ik probeer altijd even in die softwarehoek probeer ik even in te duiken. Dus de reden dat ik bel is, we hebben voor een van uw conculega's uit dezelfde branche, hebben wij een product, snap je? Ik probeer daar een hele strakke tekst van te maken. Dus bedenk eventjes iets waarbij je wauw denkt. Die big claim, die hoek, weet je wel. Je wil indruk maken. En ik zeg altijd, noem cijfers. Bijvoorbeeld, goedemiddag met Timo. De reden dat ik bel, we hebben voor een concurrent van u in de branche, hebben wij van de 100 openstaande facturen,
hebben wij er 70 binnen een week betaald gekregen. Ik wilde graag eventjes, snap je? Dat is een hoek. Bam, tik, bam. Dat die persoon denkt, wow, ja, dat is een bekend probleem. We hebben ook heel vaak openstaande facturen. En die problemen moet je natuurlijk even boven water krijgen. Ik noem nu openstaande facturen, maar dat kan ook zijn dat iemand heel veel tijd kwijt is aan het maken met offertes. Goedemiddag, gesprek met Timo. De reden dat ik bel is, we hebben voor een collega van u in de branche, hebben wij het maken van een offerte van 10 minuten teruggebracht naar 2 minuten. Dat is een hoek. Wauw, dat iemand denkt, wow, dat klopt in. Wij zijn altijd heel veel tijd kwijt bij het maken van offertes. Snap je? Zet een hoek. Nou, kwalificeer. Hè? Want je bent aan het bellen, je belt iemand, je hebt nog geen reactie gekregen, hè? Behalve dan goedemiddag. Je hebt nog geen reactie gekregen op je verhaal. Dus kwalificeer wie je aan de lijn hebt. Dat is eigenlijk stap 3. Kwalificeer wie je aan de lijn hebt. Kijk eventjes van, hey, ben jij degene waarmee ik dit kan bespreken? Hè? Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen van, nou, ben jij degene die ik hier meer over kan vertellen? Of moet ik daarvoor iemand anders hebben? Dat is heel, heel simpel, heel praktisch. Je hoeft soms helemaal geen moeilijke vragen te stellen. Soms moet je gewoon hele duidelijke, simpele vragen stellen. En dan krijg je vaak ook een heel simpel en duidelijk antwoord. Dus dat is eventjes wat je kunt checken, bekwalificeren. En de prijs. De prijs is vaak natuurlijk ook belangrijk. Hè? En trouwens, kwalificeren is meer dan alleen de persoon erachter. Kwalificeren is dus ook, klopt het dat uw bedrijf aanhangers vuurt? Klopt, weet je, de fact-finding. Hè? Zorg ervoor dat je bijvoorbeeld je 3 vragen altijd klaar hebt. En dat je daarna zegt, oké, je hebt allemaal ja gekregen. Oké, klopt het dat u ook degene bent die erover gaat? Of moet ik daarvan een collega hebben? Snap je? De prijs. Prijs. Als zo'n persoon vraagt naar de prijs en die zegt, ja, oké, jullie kunnen mijn debiteuren terugbrengen. Wat is jullie verdienmodel dan? Hoeveel kost dat dan precies? Dan heb je dus interesse. Ga niet je volledige focus op die prijs gooien en denk, oh, moet met pakketten komen en dingen en toeters bellen. Het enige wat je moet bedenken in je hoofd is, oké, de vraag naar prijs wil zeggen, hè, eigenlijk is dat vertaald, ja, ik heb interesse. Ja, ik heb interesse. Maar iemand zal nooit direct, als jij koud belt, zeggen, oh ja, ja, nou, ik heb interesse. Vertel me alsjeblieft nog veel meer. Dat gebeurt bijna niet. Mensen zullen altijd hun hek hoog houden, hun muur hoog houden. Die hebben een muur om zich heen gebouwd, omdat ze je niet kennen. Dus die gaan niet zeggen, oh, wat een mooi product, wat een mooi verhaal. Stuur me alsjeblieft alles op en ik schreef je meteen mijn bankrekening en stuur me de factuur. Gebeurt niet. Dus wat je wilt, is begrijpen waarom iemand een vraag stelt. Als iemand tegen jou zegt of aan jou vraagt, wat is dan de prijs? Dan willen ze niet de prijs weten. Ja, die willen ze uiteindelijk wel weten. Maar eigenlijk wil die dus verkapt zeggen, hé, dat klinkt goed. Ik heb interesse. Dat is eigenlijk wat hij zegt. En als je op dat moment je hele script aan de kant schuift en zegt, nou, we hebben 3 pakketten. Eerste pakket is 10 euro, tweede pakket is 25 euro, derde pakket is 30 euro. Dan ben je uit je script en geloof mij, dan ben je ook uit de deal. Want die persoon weet nog veel te weinig van jouw product. Alle kanten, details, hoe zeg je, alle randjes, dingetjes. Die weet gewoon te weinig van je product. Dus ook al denk jij, oh, als ik nu snel een goedkope prijs noem en ik geef een kortingscode en dan komt... Nee. Wij maken een script omdat een script werkt. Weet je wat het probleem is? Als je niet je aan het script houdt, dat jouw klant, jouw prospect, die gaat het voortouw nemen. Jij belt op, bababam, oh, dat klinkt wel goed. Wat is de prijs? Wat kost het? Ja, het kost 25 euro. Ja, nee, dat gaan we nu niet doen. 25 euro, dat vind ik een beetje op geld. Dat gaan we nu allemaal niet doen, want eigenlijk hebben we het helemaal niet nodig. En zo werkt het ook. Ben je klaar? En dan kan je de volgende dag gaan opbellen, maar dan hou je altijd die bijsmaak aan het stukje van, ja, voor 25 euro, snap je? Je moet eerst tot die presentatie komen van je product of dienst. Je moet eerst zorgen van, hé, dit kan het, dit kan het. Dit krijg je erbij, dat krijg je erbij, zus krijg je erbij. Dit doen wij nog extra voor jou, dit doen we erbij. Alles laten zien. Snap je? Dat is heel belangrijk. Dus die prijs is eigenlijk gewoon, ja, ik heb interesse, dat wil ik eigenlijk niet zeggen. Dus ik zeg gewoon, wat kost het dan? Snap je? Wees daar ook alert op, hè? Dat mensen soms vragen aan je stellen. En die vraag is niet bedoeld om een antwoord te krijgen op die vraag. Die vraag is eigenlijk bedoeld om aan te geven wat ze denken, maar dat niet in die woorden willen vragen,
om zichzelf nog te beschermen. En dat is heel logisch, hè? Dat doe je in het begin. En op een gegeven moment kom jij er dus achter van, wacht even, achter die vraag zit dus eigenlijk een andere vraag. En die moet jij gaan beantwoorden. Dus begint iemand over die prijs, dan besef jij, oké, ze willen meer informatie. Je kunt daar prima op reageren met, nou, we hebben meerdere mogelijkheden. Het lijkt me eventjes handig dat ik eventjes goed laat zien wat er allemaal kan. En dan kunnen jullie ook voor jezelf de beste keuze maken. Snap je? Dan leg die keuze weer terug bij de klant en dan geef ik aan van, joh, er zijn te veel variabelen, dus ik kom daar later op terug. Ik ga zorgen dat je de beste prijs krijgt. Alleen ik moet eerst eventjes in kaart brengen, ja, welke dingen precies bij jullie aansluiten. Snap je? Dat is gewoon belangrijk. Dus nou, halveer. Dat is heel simpel. Je kunt gewoon zeggen, nou, stel, van alles wat ik net heb gezegd, en de helft is maar waar. Dus stel, van de 100 facturen die wij eerder betaald hebben gekregen, krijgen we er maar 50 eerder betaald. Zou u dan tijd voor mij hebben dat ik meer laat zien over dat product? Snap je? En zorg dat die tekst lekker loopt. Ik doe het nou eventjes uit mijn hoofd, maar halveer het. Zeg gewoon van, nou, stel je zegt van, van alle openstaande offertes, als een offert normaal 15 minuten duurt, dan doen wij het in 5 minuten. Nee, met onze software kan je een offerte van een kwartier kan je terugbrengen naar 5 minuten. Ja, trouwens, overdrijf ik. In de meeste gevallen bij ons merken we gewoon dat mensen een half uur tot een uur bezig zijn met een offerte. Nee, dus dan bel ik op. Hey, met Timo. De reden dat ik bel is, voor een collega bij de branche hebben wij het maken van een offerte van een uur terug weten te brengen naar 5 minuten. Dat is een hoek, dat is een claim. En dat wil je. Klopt het dat jullie ook vaak veel offertes maken? Ja, we maken wel veel offertes. Klopt het ook dat jullie daar vaak veel tijd kwijt zijn? Ja, we zijn er ook vaak veel tijd kwijt. En kan het dan ook gebeuren dat jullie wel eens een foutje maken omdat een offerte wordt gekopieerd en geplakt? Ja, dat gebeurt heel vaak. Kijk, dit zijn allemaal problemen. Ik weet dit, omdat dit gebeurt in de branche. Dat zijn mijn fact findings, dat zijn mijn fouten, mijn problemen die ik constateer bij mijn prospects. En die schrijf ik op. En als ik die trend doorheb, ik denk, ze maken altijd fouten, ze kopiëren offertes, ze zijn altijd een uur bezig. Dan kan ik dus potentiële partijen gaan benaderen met diezelfde feiten, met diezelfde fouten, met diezelfde facts, met diezelfde problemen. Ja, dat klopt, daar zijn we altijd heel veel tijd mee kwijt. Nou, wij hebben voor een klant dus gerealiseerd dat ze het van een uur terugbrengen naar 5 minuten. Nou, dan kan ik dus hier gaan zeggen, halveer, stel, wij kunnen niet met onze software de offerte van een uur maken, terugbrengen naar 5 minuten, maar eigenlijk naar een half uur. Zou je dan nog steeds interesse hebben om meer te zien? Ja, natuurlijk, dat scheelt toch een half uur. Dan ben je er. Snap je, dat ben je er. En ik doe nu dingen even uit mijn hoofd, moet ik er even goed bij zeggen. Dus als je dit script natuurlijk zelf maakt, zoals ik hem nu hardop uitspreek, corrigeer hem even her en der waar nodig, dan zal je zien dat er op een gegeven moment een lekker lopende tekst uitkomt, die je gewoon lekker kan vertellen. En die kan je natuurlijk altijd blijven tweaken. Dus ik halveer, hè? Ik ga van die 60 minuten en ik bluffen met 5 minuten. En dan zeg ik van, nou, weet je wat, stel, die 5 minuten is niet waar, maar ik kan het in een half uur. Zou je dan alsnog meer willen zien? Ja, natuurlijk. Snap je? Afspraak. Halveren. Ja, laten zien. Van joh, het is een hele grote claim. Ik heb in ieder geval je aandacht. Het kan ook, maar stel, de helft is maar waar van wat ik net heb gezegd. Zou je dan nog steeds met mij willen afspreken? Ja, natuurlijk. En dan weet je ook dat je een goede big claim hebt gezet. Als je big claim is, ja, we kunnen van een uur de offertes maken terugbrengen naar 3 kwartier. En dan zeg je hier halveer. Nou, we kunnen het maken van offertes van een uur. Ja, terugbrengen naar 55 minuten. 7, ja, soms 52 minuten. Dus ja, echt een hele grote tijdswinst. Is voor niemand een tijdswinst. Helemaal voor niemand. Voor helemaal niemand. Dus kwalificeer. Die hoek, die big claim moet heel groot zijn. En die moet je hier halveren. Halveer hem gewoon. En kijk dan of je nog steeds een afspraak kunt maken. Kun je geen afspraak maken, ondanks dat iemand hier vroeg bijvoorbeeld om de prijs en wel gekwalificeerd is, dan is je hoek, je big claim, te klein. Goed opletten. Halveer, afspraak maken. Check de verantwoordelijke. Je wil zeker weten dat de persoon die je op dat moment spreekt ook de eindverantwoordelijke is. Dus dan zeg je bijvoorbeeld, joh, wie... Nou, die zegt niet joh. Die zegt bijvoorbeeld, nou, top, goed om te horen. Wie naast jou of naast u, ligt er net aan hoe het in het gesprek zit, wie naast u gaat hier nog meer waarschijnlijk over en wilt er graag even bij zijn? Of, geef aan, wie, nou, als je weet dat je bijvoorbeeld een receptioniste hebt of iemand anders, wie zou hier ook nog bij betrokken willen zijn om hier een mening over te kunnen geven?
Snap je? Probeer even aan te voelen in welke plek je van het gesprek zit. Ik zeg bijvoorbeeld nooit baas, leidinggevende, manager of wat dan ook. Ik zeg altijd collega. Altijd collega. Ik kan er bij een baas niet verkeerd zitten. Stel het is de werkgever en ik zeg collega, kunnen dat gewoon zijn medewerkers zijn. Stel ik spreek de manager, kan iedereen een collega zijn. Stel ik spreek degene onderaan in de rij die per ongeluk een telefoon opneemt. Stel er werkt een stagiair en die moet even de telefoon opnemen. Dan zeg ik ook gewoon je collega. Dan ga ik ook niet zeggen, je meerdere of je leidinggevende, weet je, blijf respectvol. Ga mensen niet denigrerend behandelen. Ga niet denigreren tegen mensen met, oh, is je manager er ook? Mag ik even je leidinggevende? Nee, collega. Collega, collega, collega. Klaar, simpel houden. Dus check de verantwoordelijke. Nou, top, helemaal goed. We hebben afspraak gaan maken. Klopt het dat jij degene bent waarmee ik dit moet doen? Of is er misschien nog iemand anders in het bedrijf die je graag eventjes bij wil zijn? Check het. Check het. Want je gaat nat. Je gaat nat als je die afspraak zet. Je hebt je hele presentatie gegeven en die persoon zegt, ja, nou, dat ziet er wel mooi uit. Ik ga het eventjes aan mijn leidinggevende vertellen. Ja. Heb je al die tijd zitten steken in een meeting, in een demo, in een gesprek, om vervolgens te horen, ik ga het doorgeven aan mijn collega, aan mijn meerdere. Dat wil je toch niet? Check het. Check het. Check die verantwoordelijke. Want dan weet je ook zeker dat die erbij kunnen zijn. Check ook of die beschikbaar zijn. Check de beschikbaarheid. Want je wilt weten dat die persoon beschikbaar is voor jou. En dat doe je dus ook door het letterlijk te vragen. Op het moment dat die verantwoordelijke duidelijk is, je hebt inderdaad potentie om een afspraak te maken, check de beschikbaarheid. Want hier heb je de afspraak bijvoorbeeld gezet op dinsdag 12 uur. Dan zeg je bijvoorbeeld, oké, okay, zou er iets kunnen zijn waardoor wij dinsdag elkaar om 12 uur niet spreken, behalve een of andere, weet ik wat, aardbeving, verzin maar wat. Snap je? Check even de beschikbaarheid. Weet je, iedereen begrijpt ook wel dat als er een ramp gebeurt, dat je niet bereikbaar bent. Maar wat je eigenlijk wilt is zeker weten dat die verantwoordelijke en ja, eventueel die persoon die je nu in de lijn hebt, hè, of in ieder geval als er meerdere zijn, dat ze beschikbaar zijn. Dus je kunt tegen die persoon zeggen, kan het zijn dat er morgen om 12 uur toch nog iets uitloopt of dat je toch ergens nog heen moet waardoor wij elkaar misschien niet gaan spreken morgen? Heel simpel. Want wat je eigenlijk wilt op dat moment is dat die persoon zijn agenda trekt. Nee, dinsdag 12 uur kan ik. Oh nee, wacht eens even. Om 11:45 heb ik hier een call staan met een collega. Ja, ik heb eigenlijk maar 10 minuten, kwartiertje. Snap je? Zorg ervoor dat die persoon zijn agenda trekt. Zorg ervoor dat je, en zorg ook dat je dat van die eindverantwoordelijke of van die andere collega weet. Hè, dus op het moment dat je die persoon spreekt, zeg je bijvoorbeeld, zou er iets kunnen zijn waardoor elkaar morgen toch niet om 12 uur kunnen spreken? Kan het zijn dat er nog een afspraak uitloopt of dat je misschien toch ergens eerder moet zijn? Nee, ik heb gekeken in mijn agenda hoor. Ik heb alle tijd voor je. Top. Geldt dit ook voor je collega? Geldt het ook voor Bob? Ik had net Bob genoemd. Geldt het ook voor Bob? Hey Bob, oh wacht, ik zie het al. Nee, Bob is altijd vrij. Of Bob die heeft een lunchafspraak. Of Bob, snap je? Zorg dat je die andere checkt. Want anders is het, ja nee, we hadden inderdaad afgesproken. Maar ja, Bob had toch een afspraak buiten de deur. Dus je moet het even met mij doen. Dat wil je niet. Ik heb dat zo vaak gehad. Dat mensen uiteindelijk zeggen, ja, mijn collega was toch druk. Dus, hallo. En wil ik eigenlijk die afspraak verzetten. Maar ja, dat kan je ook weer niet maken tegenover die andere persoon. Maar je weet op dat moment al, ja, de kans is heel groot dat ik deze afspraak gewoon nog een keer ga doen. En dan ben ik met Bob erbij. Snap je? Dit is, ja, beschikbaarheid. En die verantwoordelijke, die moet je bij elkaar hebben. Bam. Oké, okay, Bob kan ook. Mooi. Bam. Oh nee, Bob kan niet. Prima. Zult dan verzetten naar? Dus. Pen en papier. Dat klinkt heel stom, maar aan de telefoon kun je prima zeggen, Heb je pen en papier bij de hand? Ja, wil je wat opschrijven voor mij? Mensen doen dat. Mensen vragen het niet eens. Mensen vragen niet eens aan je, oh, wat moet ik opschrijven dan? Waarom dan? Ik wil niet dat je dat tegen me zegt. Mensen zeggen dat allemaal niet. Mensen zeggen gewoon tegen jou, ja, tuurlijk, heb ik. Geen probleem. Mensen zien daar helemaal niks in en niks kwaads in. En er zit ook niks kwaads in. Hey, je zegt niet van, wil je even de stekker van je computer eruit halen? Nee, je zegt gewoon, heb je pen en papier bij de hand? Ja, wil je even dit opschrijven? En dan laat je ze letterlijk opschrijven wat je afspreekt. Dus dan zeg je, oké, dinsdag 12 uur, overleg, software, noem maar wat. Timo, dat schrijf je met een H, T-H-I-M-O, dubbele punt, 06, bababababam. Of Timo, wat is het? Timo, telefoon, dubbele punt. Nou, je begrijpt wat ik bedoel, maar misschien moet ik dat even opschrijven. Pen en papier is dus de soort afspraak. Verantwoordelijke. Ik heb het een beetje snel opgeschreven, maar wat er staat. Bij pen en papier wil je eigenlijk dat ze de soort afspraak zeggen, bevestigen.
de verantwoordelijke erbij benoemen, betrekken, de tijd en de datum opschrijven en jouw contactgegevens. Dus zeg, nou, top, heb je pen en papier bij de hand? Ja, ja, dat heb ik. Oké, wil je even opschrijven? Bel afspraak met Bob en Timo morgen om 12 uur, dinsdag om 12 uur, hoe je het wilt zeggen. En mijn naam is Timo, T-H-I-M-O. Laat letterlijk jouw naam opschrijven, want vaak vergeten ze je naam. En dan is het, ja, ik weet niet, ik word morgen gebeld door een bedrijf over bladibladibla. Nee, ik wil gewoon dat ze kunnen zeggen, hey Bob, ik heb een afspraak met Timo. Wie is Timo? Ja, dat weet ik ook niet, maar Timo heeft gebeld en die heeft dat en dat en dat is wel iets voor ons. Oh, nou, dan spreken we Timo morgen. Ja, oké. Snap je? Laat ze jouw contactgegevens opschrijven met je 06-nummer. Een vaste lijn mag ook, maar een 06-nummer is persoonlijker. Als iemand het vaste nummer geeft, dan is het vaak, oeh ja, ik krijg waarschijnlijk receptie, belbandje, weet ik wat. 06-nummer weet je gewoon, nee, ik krijg waarschijnlijk iemand direct aan de lijn en anders zijn eigen voicemail. Dus doe dat. Pen en papier, bam. Die persoon die schrijft het toch wel op. Die gaat echt niet zeggen, nou, ik ben nou de datum aan het opschrijven. Ik ben nou al een beetje klaar hoor, met ik allemaal moet ik nog meer opschrijven? Nee, oh, 4 dingen, misschien 3 dingen. Hou het even simpel. Kijk ook eventjes wat werkt in de praktijk. Hè? Kijk wat werkt in de praktijk. Merk je nou dat er veel weerstand is, maak het kleiner. Merk je nou dat mensen eigenlijk toch de relevante dingen niet opschrijven, omdat vervolgens die afspraak vergeten wordt, pas het dan aan. Dit moment van opschrijven zorgt er namelijk voor dat die persoon dat op zijn bureau heeft liggen. En omdat jij korte termijn afspraken maakt, misschien wel voor diezelfde middag of voor de volgende dag, is het actueel bij die persoon aanwezig. Gaat die persoon jou niet vergeten? Denken ze ook, hé, dat briefje. Oh, even Bob nog aanschieten. Niet vergeet ik Bob aanschieten. Dus dat zijn allemaal belangrijke dingen om die waardevolle afspraak te zetten. Dus houd het even goed in de gaten. Pen en papier. En daarna bevestig per mail. Is dubbelop? Ja, dat weet ik. Ik weet dat het dubbelop is. Bevestig per mail. Bevestig het eventjes. Nou, top, helemaal goed. Super. Wat misschien nog eventjes handig is. Ik stuur nog eventjes de link voor onze sessie naar je mailadres. Klaar. Wat misschien handig is, ik stuur alvast eventjes een kleine brochure naar je mailadres. Kan Bob die alvast eventjes inkijken. Klaar. Daar stuur je direct ook een bevestiging heen. Waarschijnlijk heb je iCal of een andere agenda planner, Google, Microsoft, weet ik veel wat. Maak netjes een afspraak erin. Zet er netjes het overleg in wat jullie gepland hebben. Blok ook die tijd. Stuur die invite uit. Stuur daarna die mail erachteraan met bijvoorbeeld extra informatie of een mailtje over Bob of wat dan ook. Kun je ook om vragen, hè? Mag ik ook het mailadres van Bob? Ik ga erom vragen. Hey, als je nou het mailadres van Bob hebt toevallig bij de hand, dan stuur ik daar even een bevestiging heen. Hoef je dat niet door te geven. Hè? Je doet moeite voor die persoon en je haalt het werk bij ze weg. Ik stuur wel even de bevestiging uit, hoef je dat niet meer door te geven. Hoef je er alleen maar over te praten. Weet je meteen dat hij geblokt is. Dus eigen script, eigenlijk heel simpel. Maar wat ik ga doen is, ik maak hier eventjes een documentje van, waarin ik gewoon eigenlijk alle vragen opzet. Dus bap. Kan je erachter gewoon eventjes je eigen variaties opschrijven, maar dan kun je in ieder geval snel van start. Want dat is vaak wat je wilt. Je bent nu die training aan het volgen en denk je, oh, ik kan niet wachten om dit toe te gaan passen. Ik wil dit proberen, ik wil het doen. En dat begrijp ik heel goed. Moet je ook gewoon zeker gaan doen, want als je het gaat doen, dan ga je ook meer ervaring krijgen. En dan merk je ook, hey, dit werkt wel voor mij, dit werkt niet voor mij. Dus dat is alleen maar goed, ga het doen. Dus ik doe er even een belscript bij, die kan je gewoon invullen en even aanpassen waar nodig. En dan kun je waarschijnlijk ook sneller hiermee gaan bellen. Dus nou, top. Doe je voordeel mee. Na deze module kun je eigen script maken die er echt voor zorgt dat als je opbelt dat mensen onder de indruk zijn en denken, wauw, ik wil die persoon spreken. Dus doe er echt je voordeel mee. En als je het nou even niet meer weet, begin gewoon opnieuw. Alsjeblieft, begin opnieuw. Want op een gegeven moment vervuilt het. Je kunt niet in de eerste week van januari de hele week gaan sporten en dan ervan uitgaan dat je de rest van het jaar nog afgetraind bent. Nee. Je hebt geen conditie, je bent niet afgetraind. Weet je, het zakt weg. En ik zeg, oh, maar fietsen verleer je ook niet. Nee, maar fietsen is wel zo ontzettend dom. Fietsen is gewoon een beweging. Fietsen is gewoon een beweging. Ga niet dit vergelijken met fietsen. Niet doen. Oh, niet doen. Kijk er gewoon echt naar van. Zie het bijvoorbeeld als een auto besturen. Of zie het als een piloot. Zie het als een piloot. Een piloot moet zijn vlieguren maken. Die moet zijn vlieguren maken. Als een piloot een tijd niet heeft gevlogen, dan mag die niet zomaar weer achter de knuppel gaan zitten. Die moet vlieguren maken. En dat geldt ook voor jou. Jij moet koudbellenuren maken. Jij moet trainingen volgen. Jij moet zorgen dat dit in je routine zit. En dat is niet omdat je dom bent. Dat is niet omdat je het niet weet. Of omdat je dingen niet kunt onthouden. Je bent een mens. En een mens werkt nou eenmaal zo. Het is geen verwijt naar jou. Het is een verwijt naar de soort die je bent. Je bent een mens. Mensen vergeten dingen.
Je hebt een korte termijn geheugen, je hebt een lange termijn geheugen en je vergeet dingen. Als je alles vlekkeloos, feilloos zou onthouden, dan zou je nu precies weten wat jij op maandag 3 oktober in, weet ik wat, in de eerste klas in groep 1 hebt gegeten voor lunch. Dan weet je het er niet. Je weet het niet. En dan zeg je, oh, heel lang geleden. Oké, prima. Wat heb je 60 dagen geleden gegeten voor lunch? Weet je ook niet. Snap je? Je weet dingen niet. Je vergeet dingen. Is niet erg. Is geen aanval. Is oké. Maar daarom moet je wel beseffen dat je moet blijven trainen. Weet je het even niet, fris het op. Ik zou altijd voorstellen, 1 dagdeel in de week of 1 dagdeel per dag is helemaal mooi. Maar ik begrijp ook wel dat je in het begin denkt, ja, ik begin wel gewoon even. Hou de routine erin om 1 keer in de tijd gewoon trainingen te doen. Ga er gewoon voor zitten. Oké, vandaag heb ik even tijd. Ik ga een uurtje trainingen volgen of een half uurtje. Of doe elke dag een video. Dat kan je ook doen. Elke dag kijk gewoon 1 video en dan begin ik mijn dag. Weet je, hou het praktisch. Elke dag tijdens mijn lunch ga ik niet scrollen op Facebook. Nee, ik pak een broodje, ik pak mijn salade en ik ga een filmpje kijken. Dan moet je weer even opgefrist. Aan het einde van de dag, oh, ben ik klaar, maar ik heb nog geen zin meer. Ik heb me slap gebeld. Kijk even een videootje. Even achterover, je bent klaar, je dag zit erop. Lekker een videootje kijken. S'avonds op de bank, oh, Netflix en chill. Ja, of je klapt nog even een videootje open. Heb tabletje aan, telefoontje aan, van mij op het screenje, kastje hem naar je tv toe. Weet je, de mogelijkheden zijn er genoeg. En kijk even één video. En tuurlijk, er zitten soms lange video's tussen. Maar er zijn ook genoeg video's van 5 of 10 minuten. En dan split je hem van mij maar op in 2 delen. Maar ja, wie heeft er nog geen half uurtje tijd? Laten we eerlijk zijn. Dus blijf trainen. Deze module is echt je eigen script maken. Zorg ervoor dat je echt handig wordt in die intro. En zorg dat je er wat uithaalt. Doe je voordeel mee. Ik doe er nog even een script bij waarmee je direct kunt starten. En ik zou zeggen, start ook gewoon. Heb je deze training gevolgd? Start hem gewoon. Weet je, en die volgende modules, die moet je ook zeker volgen. Maak de hele training af. Maar van dit onderdeel, je kunt hier echt praktisch gewoon mee de deuren uit. Je kunt hier gewoon mee gaan bellen. Niet echt de deur uit, maar je kunt in ieder geval de boer op. Je kunt in ieder geval gaan bellen van, hé, ik heb er wat geleerd. Snap je? Ga ermee aan de slag en je zult zien dat het werkt. Blijf verfijnen tot het echt bij jou past.